Ja, dit jaar wordt de wetenschapsquiz vanuit een hele gave locatie opgenomen. Namelijk vanuit Eindhoven in het Klokgebouw. Hier het voormalige Philips-terrein. Kijk, hier ziet u allemaal gebouwen. Die hoorden vroeger allemaal bij Philips. In 1922 uit de grond gestampt. Overigens hetzelfde jaar dat Toets Tielemans werd geboren. Maar dat geheel ter zake. Laten we vooral weer terzijde gaan. We staan hier op zo'n 40 meter hoogte. En wat leuk is, is dat heel lang hier alleen de arbeiders van de Philips-fabrieken mochten komen. En natuurlijk ook de directeuren. En daarom werd deze buurt ook wel de verboden stad genoemd. In 1982, als ik me niet vergis, ging het open voor het publiek. En er zijn allemaal mooie dingen aan de gang hier. De Dutch Design Week natuurlijk, maar dus ook die fijne nationale wetenschapsquiz. Waar onder andere ooit de vraag aan bod kwam, waarom heeft u hier van die plooien in uw oor? Nou, als u dat goede antwoord weet, dan kunt u het hieronder zetten en dan maakt u kans op een fijne prijs.